Hoi en leuk dat je bekijkt naar een nieuwe video. In deze video ga ik mijn eigen huis omtoveren tot kerst. Ik ga dit jaar iets anders doen dan een traditionele kerstboom. Normaal gesproken zet ik die altijd op, maar ik dacht ik ga dit jaar gewoon wat anders doen. Want ik heb zoveel leuke dingen binnengekregen die ik ook leuk vind, vooral in mijn huis. Alle dingen die ik laat zien kun je bestellen via www.ulnaarbloemist.nl. Onder kerst en woonaccessoires, dus mocht je dat leuk vinden kun je dat bestellen. Ik ga ook dingetjes in mijn huis zetten die wat exclusiever zijn. Dus er zijn er enkele van op voorraad. Qua prijs soms iets anders dan wat ik normaal heb. Maar wat echt hele mooie luxe producten zijn. Dus die wil ik jullie ook wel laten zien. Maar ook gewoon leuke, hele leuke budget dingen om in huis te zetten. Dus ik ga jullie even laten zien hoe mijn woonkamer nu is. Dan gaan we gauw aan de slag met gezellig maken in kerstsfeer. Dus kijk gezellig mee. Heb je er zin in? Doe al wel vast even een duimpje omhoog. Daarmee help je mij dat de video beter zichtbaar is. Dus dat zou ik super leuk vinden. En ben je nog niet geabonneerd? Dan kan je even op de abonneerknop drukken. Dan mis je niks van mijn video's. Dus laten we gauw beginnen. Normaal gesproken deel ik eigenlijk geen privé hier op mijn kanaal. Maar we gaan binnenkort verhuizen. En dit is de laatste kerst hier in dit huisje. Dus ik dacht, dan kan ik het ook wel aan jullie laten zien. Wij wonen... niet heel groot, maar we hebben wel hele mooie ruimte om te decoreren. En vooral in de hoogte. En dat hebben wij hier ook toegepast in het huis. We hebben allemaal een beetje industriële stijl. Ik ben gek op planten. Ik heb dus ook heel veel groene planten. Maar we gaan er nu wat kerst toevoegen. Dus wat boompjes en dat soort dingen. Dus een beetje in de winterse sfeer. Ik heb hier dus een hele leuke kast die ik dus kan decoreren. Ik laat hem straks van beter zien. Van dichterbij zien. En hier dus een grote kast waar mijn televisie in staat. Maar waar we dus ook heel veel ruimte hebben om te decoreren. Wat super leuk is. En ik pas het ook eigenlijk regelmatig aan. Dus dat is ja, wel leuk. Want je kunt met een paar dingen het huis heel leuk veranderen. Daarnaast heb ik hele leuke kerstboompjes. En ik ga vandaag een beetje in een goud, brons, koper, bruin kleur werken. En ik ga ook wat dingetjes gebruiken die niet per se kerst zijn. Dus die je na kerst heel leuk kan laten staan. Maar die ik gewoon echt fantastisch vond. Er is namelijk echt wel een trend met panter, print, cheetah print, vazen en dat soort dingen. Ik heb er hier toevallig in staan. En je mag eigenlijk nooit een vaas zo vastpakken. Dus echt heel fout. Maar ik kan het even laten zien. En daar heb ik ook wat kerstballen in. En ook leuke kandelaars. Dus echt heel gaaf. En lampjes doen natuurlijk heel veel. Dus dat is ook heel erg. Daarnaast kan het zijn dat ik wat dingetjes gebruik die ik al heb. Zo heb ik daar wat kerstboompjes staan en zo. Want ik vind het natuurlijk gewoon jammer om dat niet te gebruiken als die gewoon nog leuk zijn. Maar ik ga natuurlijk heel veel nieuws toevoegen. Deze kast ga ik helemaal opnieuw inrichten. Het is nu vooral heel veel planten. Daaronder woont onze hamster Hammy. Die blijft daar gewoon lekker staan. Dus... En ik heb voordat ik deze video heb gestart, niks veranderd aan mijn interieur en dat soort dingen. Dus het kan best zijn dat af en toe een keertje ergens wat rommel ligt of wat dan ook. Maar goed, dat hoort er gewoon natuurlijk bij. En helemaal omdat hier ook kinderen leven. Zo heeft Sterre, of Likke, een van de twee, vorige week in onze kast getekend. Dus, maar goed, dat werken we straks mooi weg met kerstdingetjes. Maar dat is een eierbeen doosje.
Pas op hoor, vanmiddag. Wauw. Deze is nog groter. Kijk hoe prachtig. Ik durf me eigenlijk hier niet aan op te hangen, maar echt super mooi. Met het printje. Heel mooi dik glas, moet ik zeggen. Oké, ik was even twee tellen in de winkel om het in en al te pakken. En nu is dit de ravage. Liek had even sneeuw gemaakt, want dan past er goed bij. Nou ja, goed. Ik moet straks nog toch wel opruimen. Maar ik heb ondertussen wel het een en ander weer bij. Onder andere deze vaas. Die heb ik al in verschillende maten. En dat is dus dezelfde cheetah print als die kerstballen. Al moet ik zeggen dat ik de ballen ook leuk vind na kerst om gewoon te laten liggen. En dan deze is nog een andere maat. En ik heb nog een mooi dienblad waar ik dan de kerstballen mooi kan opleggen. Zo'n mooi koperen dienblad. Is staal, denk ik. En dan heb ik ook nog weer zo'n kerstbal in verschillende maten. Met die cheetah print. Deze vind ik echt super leuk. Die heb ik in verschillende maten. Het is niet echt heel erg kerst, maar het past nou helemaal in de kleuren die ik ga toepassen. Nou, deze is natuurlijk ook super leuk. Iets als subtiele goud, maar wel een natuurlijke hout. Nou, deze zijn wel bekend uit de webshop. En de P&D kaas is natuurlijk super gezellig. Na heel wat schuiven en doen is deze hoek helemaal klaar. Ik heb de vlinders. Heb ik even omgeruild met deze variant. Ik heb twee soorten van dit soort vlinders. De blauwe, maar die vond ik hier net te fel bij. Ik heb nog even een mooie Ilex zakken in de vaas gezet. Die ga ik ook toevoegen aan de webshop trouwens. Deze is ook bekend uit de webshop. Nou ja, deze zijn dus nieuw. Die komen ook in de webshop. Deze glaasjes komen uit de webshop. En de kerstballen natuurlijk ook. En deze ook. Dus ik laat jullie het even van dichtbij zien. Nou ja, en de Norbridge bompjes komen straks ook in verschillende maten in de webshop. En hier heb ik zo'n ledlampje omheen gedaan. Ik ga er nog even eentje toevoegen. Maar met een platte batterij, want die kan je mooi wegwerken. En dit vind ik dan echt wel super gezellig. Hier heb ik de kaarsen gecombineerd op een dienblad. De gouden zijn hele ouderwetse kandelaars. Maar die heb ik dus gecombineerd met de cheetah print. En dat vind ik heel leuk. Vooral ook met de verschillende kaarsen. En die heb ik ook straks in de webshop. Maar het geld wel weer op is op. Dus wees er snel bij. En deze heb ik even hier neergezet. Maar dit weet ik nog helemaal zeker. Nu ga ik even de grote kast in. Ook deze kast is nu super leuk geworden. Ik zal die ook even van dichtbij laten zien. En hier op tafel heb ik ook wat leuk staan. Deze serie is in terracotta kleur, echt heel erg mooi. Het is een serie van Riverdale. Het is net een nieuw binnen. En die heb ik in allerlei verschillende soorten. Ik heb hem daar ook staan. En in die andere kast heb ik hem ook. Maar er zijn volgens mij nog meer soorten. Nou, dat is wel de welbekende vaas. Ik heb het ook gecombineerd met allerlei dingetjes die ik nog had. Dan heb ik hier nog een hele leuke, en die is echt maar 3,50 euro. Dat is echt een koopje in de aanbieding. En die heb ik ook in een herten variant. Dan heb ik hier een heel leuk dienblad. Hier staat ook weer dat vaasje op van Riverdale. Deze vaccin is ook echt heel erg leuk. Die heb ik ook in het goud. Nou ja, en de kerstballen en hangers. En dat heb ik afgemaakt met een beetje bolmos. Ook dat zou ik toevoegen aan de webshop. En een heel mooi dienblad in het, ja, dat is het koper kleur. En deze leuke hangers, die leg ik er dan bij op. Hoe gezellig.
Dan heb ik hier nog het een en ander aangepast. Ik heb een leuke amaryllis bol weer opgelegd. Een beetje bolmos. En nog zo'n mooi gewijtje. Maakt hem net even helemaal. En dan heb ik nog wat leuke kussentjes aangeschaft. En een leuke deken om het helemaal af te maken. Deze zijn niet in de webshop verkrijgbaar. Maar goed, je kunt overal wel leuke kussens krijgen. Dus die ga ik ook nog even toevoegen aan het huis. En dan is het gelijk weer helemaal gezellig en helemaal af. Ik ben er super blij mee. Vooral ook die boompjes en zo. Die maken het heel erg leuk. En ik heb hier trouwens nog die ledslinger aan toegevoegd met het platte batterijtje. Dus ook heel leuk. De kussens heb ik ook een beetje in dezelfde bruin koper kleur toegevoegd. Oh ja, en ik vergeet het bijna, maar ik heb nog twee hele leuke items. En die wil ik eigenlijk heel graag toevoegen. Maar ik weet, ik heb het huis al best wel vol nu. Dat zijn deze leuke, het is een soort geperst hout. En waar heb ik hem neergelegd? Een cadeautje. Die vind ik ook echt heel leuk kerstachtig. En je kan hem ook eventueel leuk gebruiken als surprise om een cadeautje in te stoppen. Dus als je met Sinterklaas niet zoveel zin hebt om een surprise te maken, kan je die daar heel leuk voor gebruiken. Maar die vind ik ook heel leuk. Maar misschien wil ik de wc nog een beetje leuk oppimpen met kerst. Dus misschien dat ik hem daar ook wel leuk neerzet of op de gang. Kaarsje aansteken en hier lekker van genieten. Want het staat echt super mooi, ook met de kussens erbij. Dus ik ben er helemaal blij mee. Ik ben benieuwd, zet jij gewoon de kerstboom op? Of heb jij ook wat andere kerstdecoratie in huis? Eigenlijk zet ik elk jaar gewoon de kerstboom op. Maar ik vind dit ook wel echt super leuk staan. En op deze manier heb je toch echt wel leuk kerst in huis. De ene vaas heb ik daar toch even weggehaald, omdat ik het iets te druk vond. Helemaal in combinatie met die boompjes daar. En nu vind ik hem wel echt helemaal fantastisch. En die andere vaas gaat dus naar de woonkamer, of naar de keukentafel.